Ho, ho. Oh my god. Juist. Oké. Okay. Nou, dat was zover de auto. Hallo Tiny Pingwings en wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Alan Wake. Het is voor mij eigenlijk best wel een tijdje geleden. Ik zeg voor mij, voor jullie is het natuurlijk een week, want deze serie komt wekelijks online. Maar voor mij is het eventjes geleden dat ik echt tijd heb gevonden om deze game te herstarten, dames en heren. Maar we zijn er nu eindelijk, dus als jullie het leuk vinden, doe even een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we zien hoe het verhaal verder gaat. Dus even terug erin komen, maar... En dat heb ik misschien de vorige aflevering ook gezien. Op het moment dat ik dit aan het opnemen... Wow, aan het opnemen ben... Is Alan Wake 2 ook uit. Alleen die staat helaas niet gratis in de plus. Die zal ik dus op een gegeven moment echt wel moeten gaan kopen. Maar ja. Oké, we zijn wel gescheiden van Barry. Yo, is goed. Oh my god. Ik heb het idee dat mijn facecam een beetje overbelicht is, maar nou, dat zullen we zien. Holy shit, ik moet wel even de controls weer een beetje doorzien te krijgen. Hoe rende ik ook alweer? Oh ja, zo. Ja, zo erg is het, dames en heren. Ik heb van de week Platinum gehaald voor Spider-Man 2. Daar hebben jullie als goed is ook allemaal content van gehad. Dus daar was ik ook een beetje vooral op gefocust. Dus het is altijd voor mij weer eventjes inkomen. Reach the top of the dam. The damn dam. Checkpointje, hoppatee, daar gaan we weer. Zullen we nou toch meemaken? Fucking vogels. Als ik ergens een hekel aan heb gekregen in het spel, zijn het die fucking vogels wel. Maar even serieus. Niet te zuinig, niet te zuinig. Kom, klimmen, klimmen. We hebben een checkpoint. Fishing can be a hobby or a job. The searchlight could even the odds. Searchlight. Ah, kijk eens. Hoppa. Dat is maar goed ook, want we hadden geen ammo meer. Alleen we moeten wel opletten dat we niet gaan overheaten. Ja, dit is eigenlijk mijn enige wapen nu, want volgens mij heb ik helemaal geen ammo meer. Hij is overhit, hij is overhit. Nog steeds overhit. Niet te dichtbij komen, niet te dichtbij komen. Hoppa, topper. Oké. Okay. Defeat the taken. Enough. You will go no further. Okay, wat gaan we nou toch krijgen? Ik denk dat we moeten rennen. Oh my jeez. Wegwezen hier. Alles gaat naar de tering. Wow. Holy shit. Oh, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ik val naar beneden. Waar de fuck moest ik heen? Waar de fuck moest ik heen? Goeie vraag. Hier, waar...
Of moet ik gewoon doorrennen of zo? Ik denk dat dat het is. Springen en platformen. Poging nummer 3. Oké, dat was het. Oef. Ik dacht ik moest stoppen met rennen, want heel die... Oh shit. Oh shit. Hoeveel ammo hebben we? 12 kogels. That's not a lot, man. That's not a lot. Gast, echt die Alan Wake. Werk aan je cardio, vriend. Werk aan je fucking cardio. Dit is... Gewoon... Achterlijk, eigenlijk. Hoe sloom die loopt. Hoe oud is deze man? Iets in de 30? Deze man is niet jonger dan... Oh, kijk, we hebben een koffiekan. Deze man kan niet ouder zijn dan 35 of zo, toch? Oh shit. Spring! Ja, fuck off! Wat is dit voor gezeik, man? Dit in één keer. We gaan al zoveel dood in deze aflevering. De aflevering is net begonnen. Oh my god. Jesus. Oh mijn god, werd ik nog geraakt. Daar zijn ze, Barry. Woef. Safe and sound. Safe and sound. You made it. Well done. Glad I was wrong. It was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. Our is fail-safe, and all of the rooms are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. Ongemakkelijk lange liftritje dit. Autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker. And flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath. And jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Ha, kijk eens, dames en heren. Volgende hoofdstukje. Zou dat het laatste hoofdstukje zijn? Ik weet het niet. Einde van episode 5.
The Lady of the Night. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Ik moet mijn bril oppakken, maar waar ligt die dan? We zijn helemaal in ons appartement. Get sunglasses and painkillers. Pick up glasses. Ja, waar zijn die glasses dan? Daar is. Alright, nou nog de painkillers. Sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. I wasn't sure I'd make it out there without some painkillers. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. There was a message waiting for me on the machine. You have one new message. Ow! Are you still asleep? Huh, it's Barry, huh? De TV. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Yellick Show. Thank you. Thank you, everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author, Alan Moore, about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm going to be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet, based on the sales figures, the two people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Fucking vet, ze hebben gewoon een heel interview gemaakt. Ik weet alleen niet of we het helemaal moeten afkijken, Tiny Penguins. Dat weet ik niet. Nee, ik denk het niet. I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you gonna start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? You can get back to normal and you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah. You're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet.
Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. Ik heb het idee dat we langzaam maar zeker het einde tegemoet gaan. Althans dat dit op zijn minst het laatste hoofdstuk is, maar... I don't know. Het voelt wel een beetje endgame, als je snapt wat ik bedoel. I'd flip the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I had stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape, it was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. Kunnen wij met een auto gaan toevallig? To make up something like this, having been in the cabin all this time. Jazeker. A story inside my head, gone mad from grief over Alice's death, like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Daar gaan we dan. Naar Cauldron Lake. Deze game ziet er nog wel mooi uit hoor. Het is een remastered versie. Ziet er prima Jima uit. Tot nu toe is het allemaal peace and quiet. Niks geks aan de hand. Zo, besef, ik wou in het begin gewoon gaan lopen, hè, Tiny Pingwings. Dat zou best een grote fout zijn geweest. Zo, best een end. Maar ik denk dat we hier toch moeten uitstappen. Zo te zien, of niet? Ik zou het anders ook niet weten. Of misschien moeten we die bus verder pakken. Oh. Je hebt niet echt een minimap in dit spel, dus het is maar de vraag. We hebben hier wel een checkpoint. Kan ik deze niet pakken? Nee. Oké, ja, dan moeten we wel te voet, denk ik. Oh, cutscene. En het wordt ineens... Ineens wordt het wel heel heftig weer. Kom op. Kom on. Hoppa. Heel mooi. Prima, Jima. Het staat wel hard, zeg zo. Zo. Hoeveel kogels heb ik? Ik heb wel wat. Ja, ik heb op zich wel genoeg kogels. Dat is op zich, ja, genoeg kogels. Ik heb veel flashbangs en zo. Qua kogels zit het wel heel schaal, 2. Maar ja, ik kan nog steeds niet rijden. Dus we lopen maar gewoon verder. Ik weet niet hoe ver we moeten lopen, maar... Heel veel actie zit er op dit moment niet echt in, Tiny Pingwings. Ik weet ook niet wat... bedoeling is. Ik zie daar wel een kar staan.
Die zullen we maar gewoon meenemen, als het kan, überhaupt. Ja, kunnen erin. Dat zal wel een hoop schelen. Hoppa. Weg ermee. Gezeik allemaal. Gezever en gezeik. Ja hoor, komt er maar. En nu? En nu? We kunnen niet hier. Denk hier links dan? Wat een pokkenend zeg, mijn god. Pakken deze ramp even mee. Het is echt een pokkenend. Oh ja, 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 kom maar hoor. Altijd dat gezeik weer. Oké, okay, hier zullen wij wel uit moeten stappen, ben ik bang. Dat is ook niet erg. We hebben namelijk een checkpoint. Wat een end zeg. Er is ook geen reet aan zo. Oh. Weg mee. Au. Fuck af. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Ja, yeah, alright. Dat ging niet al te best. Fight past the poltergeist. Ja, dit gaat nog wel wat worden, denk ik. Denk ik. Oh, we hebben hier wel flares en shit. Ja, ik zet gewoon een flare in. Dan blijven ze tenminste een beetje op afstand, denk ik. Jesus Christ. Ja, hoe dat... Het is zo'n chaos, joh. Ik kan nergens langslopen. What the fuck? What the fuck, jongens? Wat een gedoe. Waar moet ik allemaal langs, joh? Ik word gewoon geowned hier. Ja, ik kan er gewoon niet langs. Holy shit, het is zo'n the fuck? Nou, dan gaan we weer. Oh, jongens. Als ik iets haat in dit spel, zijn het wel van die objecten die ineens gewoon constant op je afgaan. Want het is gewoon zo random wat ze doen en wat er gaat gebeuren. Het is gewoon... Het voelt niet alsof er een tactiek is. Het is gewoon geluk hebben. What the hell? Au, fuck off. Please, just fuck off. Ik heb een flashbang gegooid. Geen idee of het iets doet. Zo. Oké, okay, nou die hebben we. Checkpoint. Holy shit, dat was een lastige. We kunnen weer verder. Wat een rit. Ho, ho. Oh my god. Juist. Oké. Okay. Nou, dat was zover de auto. Daar ben ik niet heel erg blij mee. Zeg maar. Dit is kloten. Dat we dit moeten lopen. Dat gaan we... Oh man.
Dit had ik niet willen lopen. Oh man, oh man. Ik kan eigenlijk net zo goed doodgaan, denk ik. Dit is niet best. Dit is niet best. Of ik moet een andere auto tegenkomen. Ik crash in één keer volop. Oh man, oh man, oh man. Komt er ineens een monster truck. Wat? Fucking monster truck? Are you... Oh, dit moet ik helemaal niet lopend doen. Oh, dit moet ik helemaal niet lopend doen. Zal ik gewoon doodgaan? Ik ga dit echt niet lopend doen. Dan haal ik het misschien net niet of zo hoog uit. En dan verspil ik heel veel tijd. Ik had die auto gewoon niet laten crashen. Even wat voorzichtiger rijden dus. Er komt verderop ook volgens mij niet echt een andere auto. Ja, dus mooi niet. Mooi niet. Oké, die brug stocht even heel goed achter me in. Er komt ineens een fucking bus aan. Jongens, I don't wanna know what's happening here. Maar het slaat werkelijk waar. Is helemaal nergens op. Schiet daar wel het licht. Dat betekent een checkpoint. Tief op. Opgetiefd. Als ik hier dood ga, ben ik wel een beetje mad. Just a little mad. Er komen ook enemies achter me aan en shit. Niet leuk, niet leuk. We hebben flare, we hebben een shotgun erbij. Oké. Heel goed. Meer flares. Meer flares, meer fun. Oh my god. Get the fuck out, man. Oh, flashbang, flashbang. Shoost. Checkpoint, hoppatee. Niet allemaal killen, kost alleen maar ammo. En dat zullen we wel nodig hebben, denk ik. Wat een fucking stuk. We moeten hier rechtsaf. Zo te zien. Dit is onze stop. Hoe komen we daar binnen? Misschien via het dak? Ja. Oké. I had to get the gate open. Ja, maar hoe? Zou er misschien een control panel zijn hier? Oh shit. Oké. Ah. Als het goed is, is dat voor de gate, toch? Oh. Oh my god. Shotgun. Shotgun laat me een beetje in de steek. Even healen, even healen. Met die flare in je hand heb je genoeg tijd om te healen.
Dus dat is sowieso altijd chill. De gate is in ieder geval open. Dus daar kunnen we nou op af. En meer enemies zitten daar op ons te wachten. Helaas. Oh fuck. Ik schiet per ongeluk mijn flare op één enemy. Ik dacht dat ik gewoon mijn normale revolvertje vast had. Niks is minder waar. Nog maar één shotgun kogel. En dan heb ik nog maar één kogel voor mijn revolver. Dus ja. Flashbang of zo? I don't know. Ik hoop dat ik genoeg kogels binnen ga krijgen, want anders gaat het niet lukken. Anders gaat het niet lukken. Die daar ligt, laten we daar eerst maar eens op afgaan. In ieder geval een checkpoint. Oké, dan moeten we daar naartoe volgens de game. Oh shit. Nee, niet weer zo'n ding. Boom. Wat dacht je daarvan, bitch? Hoppa. Gelijk neer. Gelijk neer. Super, dan moeten we hierheen. Ik weet niet precies waarom we dit moeten doen, maar we moeten het doen. Ik heb het idee dat er een paar enemies aan zitten te komen, maar ik wil gewoon door. Graag of anders niet. Hallo, mag ik nog door? Ja, thanks. Super. Nou, weer verder rijden. Het is gewoon echt een rijaflevering, ja. Het is een heel, heel groot stukje. Rijden. Oh. Ik kan nog niet zeggen dat dit echt mijn favoriete aflevering is. Het is gewoon veel rijden. Eens kijken hoe lang we al bezig zijn. Ja, Tiny Pingwings. Ik denk dat ik hier wel de aflevering gewoon ga afsluiten. Aangezien, ja, 45 minuten zit ik nou op. Althans, ja. Nee, ik ga nog wel even wat door. Ik ga nog even door. When I told Barry my plan back in besefte me van ja, ik ben best wel wat dood gegaan. Ik kan er best uithalen. Zo moet ik ook een beetje nadenken. Ik operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Okay. Ja, wat ik wilde zeggen, Tiny Pingwings, ik neem altijd een uur op. Maar er kan altijd hier en daar wel wat af, wat uitgehaald worden, zoals deaths en zo. Ik ben best wel wat doodgegaan in deze aflevering, dus ik maak het uur gewoon voor mezelf vol in ieder geval.
Dan hebben we gewoon een beetje een normale lengte aan aflevering. Kortom, ik neem eigenlijk gewoon op totdat ik de 55 zie staan. Dat is de waarschuwing van PlayStation van hé, je bent tegen het uur. Wat langer dan een uur kun je dan ook niet opnemen. Maar ja, dan kan het wel zo zijn dat we in een soort cutscene terecht gaan komen. Of ik bedoel, ja, een cutscene kan ook, maar in een spannende situatie. Waarom de fuck ging ik in één keer dood hier? Wat kan ik daartegen doen? To fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Ik ging net in één keer dood, dat vond ik zelf nogal heftig. Oh shit! Hier binnen zit ik denk veilig. Dan zat oh fuck my life. Oh scheisse. Oh scheisse. Afstand please. Gast, hoeveel kogels eet jij, maat? Thank you, dat werd ook zeg maar tijd. God damn, son. Ik loop maar gewoon even voor de veiligheid voor huis naar huis, want ik ging net in één keer dood door iets waar ik niet weet wat het was. Ik moet denk ik gewoon naar het licht lopen. Oh shit. Wat de hel gebeurt hier, maat? Oh scheisse. Ja, ik moet deze car pushen, maar... Kut. Man. Ik heb geen kogels meer, maar ik weet al wel een oplossing. Alleen dan moeten ze allemaal wel even voor die lamp gaan staan. Shit. Loop maar even naar de lamp. Ja, dan gaan ze daar nou net niet naartoe lopen natuurlijk. Lastig, lastig. Of ik doe het gewoon even zo. Dat ik die car nou kan pushen misschien. Au, kut op. Push dan. Oh, dat is een rondje. Ah! Ik ben dat verneuken. Big time. Ja, ik moet stoppen. Pushen, stoppen, pushen. Please, afstand. En we zijn binnen. Wegwezen nu. Kan ik hem niet terug pushen? Nee, dat kan dus niet. Oké, dat is fucked up. Klimmen dan. Waar naartoe? Weet ik niet. Ze komen allemaal binnen. Ze komen allemaal binnen. Ja, maar ik weet niet waar ik naartoe moet vanaf hier. Dat is een beetje het probleem. Oh shit, ik weet het al. Oh nee, ik moet die car pushen. Oh shit, ik weet het. Ik weet het. Rot op, rot op! Ik wist niet. Ah, ik wist vanaf daar niet waar ik naartoe moest, man.
Dan moeten we dit hele stuk opnieuw. Nou, Tiny Pingwings, ik eindig de aflevering toch, want ik moest het hele fucking stuk opnieuw doen. Ja, daar hebben we nou geen tijd meer voor. Dus mocht u deze aflevering genoten hebben, mocht u genoten hebben van deze aflevering, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag de volgende aflevering weer terug in een nieuwe aflevering van Alan Wake. Later, Tiny Pingwings.